In verband met de ATV Kitty Kotti-serie praat Johan Rooser vandaag over de kennis van jongeren ten aanzien van de eigen geschiedenis. Rooser, voorzitter van het Nationaal Comité Slavernijverleden, is niet tevreden met het kennisniveau van jongeren over de Surinaamse geschiedenis. Rooser gelooft dat het kennen van de eigen geschiedenis van groot belang is voor de verdere ontwikkeling. Het is belangrijk dat we van elkaar afweten. Het is belangrijk dat we weten van hoe bepaalde dingen tot stand zijn gekomen. En dan kunnen we ook weten van hoe we verder met de dingen gaan. En ik denk dat familieonderzoek in Suriname nooit te veel is. Want in dat opzicht leven we ook wel in een land waar dingen gebeurd zijn. Kinderen die kennen hun voorouders niet. Kinderen weten niet. Kinderen willen weten van waar bepaalde ziektes vandaan komen. Het zijn allemaal zaken die te maken hebben met de stamboomonderzoek. En je kan dus zoveel lijnen uitzetten om bepaalde heel specifieke zaken te weten te komen. Rooser gelooft dat praktische manieren van het overbrengen van historische feiten kan bijdragen aan het populairder worden van het vak geschiedenis. Ik denk ook wel dat dit soort programma's ook helpen om de aandacht van de kinderen voor de Surinaamse geschiedenis op een andere manier te vestigen. Dat ze dus door heel praktische manieren, door het vinden van praktische manieren om te gaan met de geschiedenis, dat het zo ook meer kan opleveren. Dus bezoeken aan onder andere museale instellingen, bezoeken aan archieven, het voeren van gesprekken met ouders. Er is gesproken over, we hebben een rijke orale traditie. Zet ze aan het werk, laat ze de geschiedenis van hun eigen familie of omgeving, laat ze die zelf optekenen. En waardoor ze interactief zijn met mensen en ze werven zo ook andere informatie dan vanuit de boeken die we op dit moment hebben op de scholen, waar er meestal vanuit één perspectief dingen zijn neergelegd. Dus het kan beter, denk ik. Het Nationaal Comité is voortdurend bezig om de samenleving bewust te maken van het slavernijverleden.